Milo was gewoon iemand die maar één doel voor ogen had van ik ben artiest, ik ben muzikant, ik schrijf songs en ik wil daar de wereld mee veroveren. Heel de business verandert. Niemand weet van welk hout pijlen maken. Jonathan doet op zijn minst iets. Op het moment dat ik op professioneel vlak de een of andere hoogte met aan het beleven was, heb ik op persoonlijk vlak een aantal dieptepunten aan elkaar gelegen. Ik ben geboren in Borgerhout, bij Antwerpen, maar ik ben opgegroeid in Westplaar. I grew up in the 90s, please, that's what I tried. Ik kom uit een warm gezin. Ik heb één oudere zus en twee jongere broers. Went to San Diego to try out my luck. Came back 12 months later. Ik denk dat als je opgroeit in een klein dorpje, in een heel klein landje zoals België, dat dat niet onlogisch is, dat je naar manieren zoekt om dit te ontvluchten. Wij hadden geen, zoals je dat zegt, onder de kerktoren mentaliteit. Het ding is wat ons wel allemaal een beetje typeert binnen onze familie is, wij willen allemaal anders doen dan de anderen. Wij wilden niet gewoon gitaar spelen, niet gewoon voetbal doen. Maar we wilden accordeon gaan spelen, ik speelde saxofoon. Ik deed karate, Lennart deed circus. Dus wij sprongen graag een beetje uit de band. Ik denk wat papa, hè, maar jij moet tegenspreken als het niet waar is, dat jongen toch wat. Voor papa heel belangrijk, als je voor iets kiest en als je voor iets gaat, zorg dan dat je de beste wordt in dat domein. When I was little, I wanted to be king. I built castles in the air, but never found my way in. Dat is één ding om te weten van, ik wil van muziek mijn leven maken en mijn beroep. Dat is eigenlijk altijd een enorme passie geweest, een droom, die dan langzaam concreter en concreter geworden is eigenlijk. Waarbij ik dan mijn eigen stijl gevonden heb en mijn eigen nummers ben beginnen maken. I were to be a wizard. Is gewoon zijn muziek en er is een publiek voor. En dat blijkt een veel groter publiek te zijn dan dat van de meeste andere Belgische muzikanten. Not one would disappear, dream of being a fireman, but that went up in flames. De sfeer in de band is voor het moment heel goed. Ja, echt, ik denk dat, niet alleen de band, want ik denk dat je dat moet optrekken naar heel de crew. Ik denk dat het op deze momenten allemaal wel in één klikt. Jonathan is altijd iemand geweest die zelf koos voor iets. En niet, hij koos zeker niet omdat al de anderen dat deden. Ja, hij wou iets speciaals doen. Ik denk dat dat ook een typische karaktertrek van hem is. En dus, omdat er niet veel waren die accordeon speelden, deed hij dat. Je raakt op de foto, met de leerling de foto. En zeker een dag vroeg hem,
zou ik met mijn accordeon mijn kost kunnen verdienen? Ik zeg, ja, ben wat een goede accordeonist. Ja, maar zegt hem, ik heb een orkest en ik zing erin. En ik zei, ah, ben je wat accordeon? Hij zei, nee, ben gitaar. Zo, goh, ben gitaar. Je leert bij mij accordeon. En maar, ons Saskia, die leert bij u gitaar. En als die tot thuis komt, dan vraag ik welk akkoord heb je geleerd. Ja, zijn moeder had gezegd, Jonathan, je hebt voor accordeon gekozen. Je zult accordeon leren. Saskia heeft voor gitaar gekozen, maar jij voor accordeon. Je moet op accordeon blijven doen. Zeg, maar dat is niks. Weet je wat, Jonathan? We gaan dat verdelen. We doen een kwartier accordeon. Zeg, en de rest beginnen we met je gitaar. Hè? Zeg, je moet dat erom niet thuis vertellen. Dat is niets slecht dat we doen. En dat is alleen voor het goed. En dan speelde ik een van die nummerken like als zo. Als hij maar 8 noten kon spelen, dan speelde hij al mee. Dus dan klonk dat meteen beter. Dus dat was mijn eerste groepje eigenlijk zo. Hij zei, ik word later muzikant. Ik wil muzikant worden. Ik voel dat jij het bij mij zegt. Hij zei, op het moment zei, jij hebt bij mij hier zo'n knop op gedaan. Het is allemaal muziek geworden. En de rest, dat telt allemaal zo niet meer. Dat zei hem zo. So I was really tired of school, and so I started traveling after high school, and I ended up in San Diego in California. And there, I don't know, the sun maybe, or the girls, I was just really feeling really good and feeling really happy. So I kept writing music, and unfortunately I had to get back. Toen mijn middelbare school ten einde liep, dan kwam er ontwikkelde zich het idee dat ik heel graag wilde reizen een jaar in het buitenland om even volledig te herbronnen en frisse lucht. En uiteindelijk is hij een jaar naar Californië geweest. Ik denk als hij gekozen heeft voor de States dat het zeker ook met zijn Engels te maken had. Iets wat denk ik ook meespeelde voor mij was dat ik eens wilde testen als niet-Engelstalige Europeaan om mijn Engelstalige nummers voor een Engelstalig publiek te spelen. Ik denk dat Jonathan op dat moment al heel zelfstandig was en dat hij daar met heel veel verwachtingen naartoe ging. Hij is iemand die heel graag heel leergierig is. Rush down the freeway, slowly peeling back my brain. Als ik daar al een beetje last had van een minderwaardigheidsgevoel, dan is alles sinds daar toen toch verdampt. Sindsdien heb ik eigenlijk altijd mijn Engelstalige vriendengroep en het algemeen een Engelstalig publiek als een onzichtbaar publiek voor ogen gehouden als ik platen maak, als ik nummers schrijf. The California Red. Dan is hij teruggekomen en dan wou hij filmregie gaan doen. Hij heeft tussenjaren gevolgd in Sint-Lucas. Dan, jammer genoeg, ik heb dat altijd heel jammer gevonden voor hem, heeft dat daar niet geklikt met de mentaliteit. Hij had zijn eigen ideeën, maar hij kreeg daar niet de kans om voor die ideeën te gaan. Mensen luisteren het meest naar muziek naar YouTube, terwijl ze een visuele stimulus krijgen. En ja, ik wil graag die passie die ik altijd voor cinema gehad heb, wil ik mee helpen vertalen om echt unieke clips te creëren. Isaac en ik, we zijn begonnen, dus we kennen elkaar nog van filmschool, 12 jaar geleden. Jonathan heeft dat toen 1 jaar volgehouden. En is toen de laan uitgestuurd. Nee. Hij heeft zich toen gaan concentreren op muziek, denk ik. Meestal komt Jonathan met een idee af, of een arena af. Dat hij zegt van, ik wil iets met een circus doen, of ik wil iets met dat concept doen of zo. En dan beginnen wij meestal te brainstormen, denk ik. Voor mij, ik vind het gewoon een unieke kans dit niet wil laten liggen om een wereld bij te creëren nog. Dus bovenop de artwork van mijn albums en bovenop het nummer zelf. Ja, ik heb tussen de vrijheid verworven bij de labels met wie ik samenwerk in het buitenland. Dat ik niet moet vragen op vorm van, vieren jullie dit goed, vieren jullie dit goed. Ik
ondertussen, ik maak deze clip. En als die af is en gemonteerd is, dan stuur ik die naar hun. En dan gaan ze daarmee aan de slag. Dan word ik niet teruggestuurd van, kun je iets anders doen? Dat is een soort van de vrijheid in de verhoudingen dat ik heb. Het is wel grappig dat we meestal de dag van de videoclipshoot wij zo spreken op dezelfde avond dat we al de link leggen aan de volgende. De volgende gaan we eens anders proberen. Ik droom ervan om een clip te maken waarbij ik mag regisseren en hij mijn rol neemt. Zou mooi zijn. Oké, dan moeten we de volgende doen. Zie je, bij deze hebben we al op de volgende clip ook alweer bedacht. Here in the city. Deze zaal hier in Brussel, exact deze plek, hier heb ik eigenlijk mijn verhaal gestart als Milo. En het is zo dat ik eind 2003 mezelf had ingeschreven bij mijn eerste en de laatste muziekwedstrijd waar ik ooit heb aan meegedaan. De Humos Rock Rally. The lights are too bright for my eyes. Inside there's a feeling that rings like a bell. Je voelde toen al, daar staat een man met een plan zo. Hè? Ik weet niet hoe oud je was, ik had 20, 21. Maar je voelde, kijk, die kerel die weet waar hij mee bezig is, die ziet die rockrally duidelijk als een opstapje. Solo met mijn gitaar heb ik hier 3 nummers gespeeld. En de reden dat dit het doel was om in de finale te staan, is om enerzijds in deze legendarische zaal te staan. En anderzijds, omdat de zaal bomvol zat met mensen van pers, media, platenfirma's en publiek natuurlijk. Hoe viel het mee? Het was moeilijk te zeggen, want ik weet zelf eigenlijk niet goed wat ik moet denken nu. Uiteindelijk scheelde het maar het haar van een kletskop, denk ik, dat hij het niet gehaald heeft. En dat kwam omdat hij door technische problemen geremd werd. Technische problemen gehad. Mm-hmm. Mijn gitaar is uitgevallen. En, het eerste lied was a cappella. Het was a cappella, vrees ik. En Ik weet wel dat ik dat gezongen heb zoals ik het graag wilde zingen, maar dat weet ik nu niet. Dat was niet de bedoeling, alleszins. Achteraf bleek dat mijn batterij plat was in mijn gitaar. Ik moet weten dat ik tot op die dag niet eens wist dat er een batterij zit in een gitaar. Dus om maar aan te geven dat dat voor mij... Ja, ik was eigenlijk nog maar net bezig. Een van de redenen dat ik hier aan meedoe is om een nieuwe gitaar te kopen. Maar je zag aan alles, de songschrijving, de manier waarop hij op dat podium kwam, zijn bindteksten. Dat was gewoon iemand die maar één doel voor ogen had van ik ben artiest, ik ben muzikant, ik schrijf songs en ik wil daar de wereld mee veroveren. Of hem dat zal lukken, dat zal de toekomst uitwijzen, maar hij is toch goed op weg, denk ik. Jonathan gaat na de rockrally met zijn demo's leuren, zoals zoveel jonge groepen bij de grote plaatfirma's. Maar hij vangt overal bot. En hij zegt van, ja, ondertussen heb ik verdrongen wat toen allemaal gezegd is, maar ik ben er zeker van dat hij nog zeer goed weet wat hij toen heeft teruggekregen. En dan besluit hij het zelf te doen. Een van de belangrijkste beslissingen in zijn leven, hij start Home Run Records. Hij maakt daar een hele constructie van binnen een vennootschap van zijn vader. En hij leent van zijn pa een bedrag om een plaat te maken. It's in taxis, it's on trains, in airports, hopping planes, silence moving on contains. It's in all the in-between, in the day-to-day routines, in over 15 million dreams. Ik heb de laatste jaren heel veel aan songs gewerkt op tour. Ja, dus heel vaak zat ik in mijn kleedkamer en probeerde ik een half uur of een uur, soms voor een concert, soms zelfs na een concert als ik iets wou afwerken, constant ideeën aan het verzamelen, melodieën en teksten en zat ik aan nummers te sleutelen. En het is vaak gebeurd dat een nummer dat een bepaalde dag afgewerkt is, dat ik dat meteen s'avonds een vuurdoop gaf. Wat mij meeste opviel toen ik de eerste keer met Milo moest werken, dat was zo zijn werklust dat hij had. Ik was heel onder de indruk dat hij zo op zo'n jonge leeftijd zo'n heel sterke visie had van waar dat hij naartoe ging. It's really amazing actually, business wise and everything. It's like very impressive. Yeah.
zeggen van oké, Milo maakt commerciële muziek, maar hij maakt ze wel compleet op zijn eigen voorwaarden. Hij is degene die in charge is, het is zijn eigen plaatfirma, hij schrijft zijn nummers zelf, hij arrangeert ze zelf. Dus hij heeft een soort artistieke vrijheid die volgens mij heel weinig artiesten in België, maar ook daarbuiten hebben. Ik kan me inbeelden dat het wel een beetje afgunst oproept. Me and again, again. It's in trying to close the door. It's never gonna stop. It's in how you... Hij is de hele tijd serieus bezig met de mensen, met zijn business. Hij regelt alles, hij heeft alles geregeld. Tot een tijd geleden helemaal alleen, met hulp van een paar mensen. En ik denk niet dat je dat vaak tegenkomt. Toen Milo vroeg als Listy, Przebojov, Radia, Zwarte Przebojov. Can you make some room for me? 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 Can you make some room? Set aside a spot, it's never gonna stop. I wanna make it stop, it's never gonna stop. Vanaf het eerste moment dat ik hem leerde kennen, had hij een ambitie. Dat is helemaal geen vies woord. Zo. Hij is gewoon een energiek iemand. Zo. Hij wil veel doen. Hij heeft er de energie voor. Het harde werken. Alle radio's met zijn gitaar gaan spelen. En de mensen gewoon één voor één overtuigen. I wish you smelled a little funny. Not just funny, really bad. We could roam the streets forever. Just like cats, but we never stray. I sometimes wish you were a mermaid. I could arrange you in the tub at home. We could take a swim together on weekly day trips to the bay. Oh, you and me, it will be only you and me. Oh, you and me, it will be only you and me. Mm-hmm. Mm-hmm. I wish you were. Not just big, but really fat. Doors you would no longer fit through. In my bed you would have to stay. Dat is hard werken, gecombineerd met een goed nummer en een innemend iemand dat hem ook is. Want dat komt er dan nog eens bij, dat het ook een heel toffe kerel is om met en voor te werken. Druk bezig geweest de laatste jaren en dat is een enorme drukke week en ik ben 7/7 bezig, maar het is wel zo dat er altijd wel eens een paar dode minuten vallen waarbij je moet wachten op een taxi of op de luchthaven of weet ik veel, voor een concert begint of voor een televisieshow en op die momenten pak ik mijn laptop of zo vast of mijn telefoon en schrijf ik iets gewoon van al is het een foto van het concert van ervoor. Can I take a picture of you from my Facebook? Dit jaar dacht ik gewoon, ik ga gewoon dit jaar elk concert op het einde een foto nemen van mijn publiek. De reden is eigenlijk in eerste vooral, het geeft enorm veel sfeer als ik op het einde van een concert een foto neem. Dat is altijd makkelijk om het publiek nog een keer vol een bak uit een dak te doen gaan. En het leuke is eigenlijk, ik zet die foto
dan op Facebook. En mensen kunnen zichzelf dan eigenlijk taggen, kunnen zichzelf herkennen. Voor mij is het eigenlijk een manier voor de mensen die na het concert een goede avond gehad hebben en misschien ook het gevoel hebben van ik wil nog een beetje nagenieten of zo, dat ze nog eigenlijk een souvenir kunnen vinden, want ze kunnen die foto perfect opslaan op hun eigen computer en misschien nog gebruiken of weet ik veel. Het is eigenlijk gewoon een soort van aandenken, het is een kleine moeite voor mij. Ik heb eind 2006 You Don't Know opnieuw opgenomen. Dat nummer is al één of twee keer ervoor opgenomen geweest. En dan vroeg hij om daar een single van te produceren. En dan hebben we dat eigenlijk gedaan. Op een halve dag. Het eerste nummer dat ik van hem hoorde op de radio toen ik hem nog niet kende, was You Don't Know. En ik wist ook niet wie dat het was, waarover dat ging of dat ik er later mee ging spelen. Maar dat viel me direct op van, wauw, dat is knap gezongen. Eenvoudig, singer-songwriter. Wide open mouth and burning eyes. Wat ik toen heel hard bewonderde was, hij had al één singeltje gehad, One of It, dat een beetje airplay had gehad. Dan de volgende twee geen airplay. Maar hij had toch van elk nummer een clip gemaakt. En dit was zijn vierde single. En we hebben ooit de vraag gehad van EMI om Jonathan te tekenen. Na You Don't Know weliswaar. En toen stelde hij de vraag terug van zouden jullie nog een vierde single hebben uitgebracht nadat er drie zijn geflopt eigenlijk? En dan was het antwoord nee. Allee, maar hij volhardt en gelooft zo hard in zichzelf dat hij toch nog een vierde single en clip, wat hem toen toch wel wat geld heeft gekost om dat risico nog eens voor de vierde keer te nemen. En dan is er iets gebeurd ja, waar ik ook zelf met grote ogen stond naar te kijken. Dat was langzaam, week na week, ontwikkelde zich een soort van sneeuwbaleffect waarbij You Don't Know ineens tot een fenomeen werd. En dat 9 maanden lang heeft uitgehouden en mij voor het eerst op Rockwerchter bracht. Voor mij is dat heel speciaal. Dat is het grootste festival van België. Maar ik ben hier eigenlijk opgegroeid en naar school gegaan in Haagd, in Westpelaar. Vlakbij dus. En sinds ik klein was, kom ik hier al naar. Ik ben meer dan 10 keer naar Rockwerchter geweest. Dus het is het grootste festival van België. Plus, het is eigenlijk een thuismatch voor mij. Dus het kon niet op eigenlijk. En als ik het terug zie, ik herken mezelf niet helemaal meer. Want als muzikant ben ik enorm geëvolueerd, denk ik, op live op podium. Maar ik zie wel, ik herken nog altijd dat gevoel van toen, van niks te verliezen. En dit is mijn moment waar ik jaren, letterlijk jaren, had op zitten wachten en ik heb die kans met beide armen proberen te grijpen. Beste Belgische single, You Don't Know van Milo. Milo! Milo. Don't Know van Milo! De prijs voor de doorbraak, beste Jonathan, gaat dit jaar naar Milo! Nog één keer, op de lijst. Ik zou toch wel iemand willen bedanken. Heel speciaal deze award opdragen aan Jo Franke, dat is de producer van het nummer. Mijn tweede plaat, Coming of Age, opnieuw in eigen beheer uitbracht en niet op een meer traditionele manier met een groot label bijvoorbeeld, is heel eenvoudig eigenlijk. Ik was eigenlijk doorgebroken in België en volgens mijn ervaring of volgens mijn aanvoelen was dat eigenlijk de hoofdreden om met een grote platenfirma te werken om die eerste stap, die eerste moeilijke stap te zetten waarbij je voor het eerst een publiek vindt. Als ik een paar doelen mag formuleren, dan zou ik heel graag bevestigen met deze plaat. En ik hoop gewoon ook echt dat Nederland voor de bijl gaat. I wanna move to Canada, but for now I'll just stay here. I think it's best for my career. Als het ware ben ik bezig aan mijn portfolio nog wat op te vullen en indrukwekkender te maken. Dat ze in het buitenland kunnen zeggen, oké, let's give it a shot. She worked girl, she worked bull, she break it down, she take it. Voor mij was het heel duidelijk, ik wilde een nummer, puur voor de uitdaging, om even mijn tanden in te kunnen zetten. Een nummer dat zo ver mogelijk afstand van mijn eigen muziek, van mijn biotoop, muzikaal universum.
En zo, ja, op een bepaald moment kwam het mij ineens op het nummer AO Technology van 50 Cent. Zijn zang, denk ik, was eerste of tweede take. Dat was er direct. Dat was goed. We hebben er ook niks aan veranderd. Ik heb geen tuning, nergens, niks gedaan. Ik weet wel dat ik voor de eerste keer het op de radio terug hoor en dat ik dacht, oh, dat is vals, dat is vals. Oh nee, shit, ik had dat moeten beter doen. Maar ja, nee, ik in de studio was ik ervan overtuigd van, ja, nee, dat heeft net dat wat het tot een single zou kunnen maken. Het volgende dat we gedaan hebben is het nummer gepresenteerd aan EMI, die er geen single in hoorde. Hooguit een afrekening-hit, zeiden ze toen. Jonathan heeft hun echt geprobeerd te overtuigen van mannen, er zit echt meer in, ik krijg heel goede reacties live. Eerst zag je de reacties op mijn versie van AO Technology, op die live versie. Die reacties kwamen, want je kunt doorklikken, die kwamen voor het eerst niet enkel uit België. Die begonnen ineens uit Brazilië te komen, uit het Midden-Oosten, uit Australië, uit de VS, uit alle landen van Europa. En zo is mij beginnen dagen van, ik probeer altijd de pols te houden aan wat er online leeft. En ineens had ik het gevoel van, er is iets bijzonders mee. Ook daar, op dat moment in de studio zelf, was er een moment dat Jonathan zei van, ja, dit brengt me tot in Amerika. En ik en Tom half in de lach van, ja, you're right, het zal wel. Maar kijk, wie zijn wij nu? Eind september, begin oktober stond AO Technology ineens op 1 in België. En deze keer wilde ik echt proberen om dat nummer te gebruiken, mijn single te gebruiken als een hefboom naar de rest van Europa toe. Want ik had enorm veel optredens gedaan de 2 jaar ervoor in België. En ik had echt het gevoel van nu wil ik proberen om een nieuw publiek aan te boren buiten de grenzen. En tot mijn grote opluchting was al het harde werk dat we dat jaar gedaan hadden in Nederland. Met heel veel concerten spelen, voorprogramma's. Resulteerde dan ineens een paar weken na België ook in een nummer 1 plaats met AO Technology in Nederland. Na de Benelux is het volgende land waar AO Technology aan staat, is Duitsland. En dat is heel belangrijk. Duitsland is de grootste muziekmarkt in Europa. Ten eerste weegt dat qua cijfers en dat straalt natuurlijk ook uit. Dat is hammer, hammer, hammer. Hier is Milo. Milo. Normaal teken je als muzikant bij een platenfirma, maar wat ik was eigenlijk, ze konden mij niet tekenen, want ik was getekend bij mijn eigen label, Home Run Records. Dus hier in Duitsland bijvoorbeeld heb ik met Home Run Records een deal gesloten met de grootste platenfirma van Duitsland, Universal Music. Mijn eerste gevoel hem gegenüber was dat hij eine ehrliche Person ist und dass er ein durch und durch Künstler ist, dass er wirklich, ich war sehr überrascht, dass er auch so gut auf der Bühne war und dass das Konzert gut ankam, weil ich kannte ja wirklich ihn nur aus dem Internet. Und ich habe auch gleich gemerkt, dass er genau weiß, was er will und dass viel, viel dahinter steckt, hinter seiner Arbeit. You got me in the car. Als je als Belgische artiest met grote platenfirma tekent in België, dan meestal is dat dan een wereldwijde deal bijvoorbeeld, waarbij eigenlijk alles zal moeten gaan via Brussel. En ik had gewoon, mijn gevoel zei me dat ze niet per se in Spanje of in Duitsland of in Frankrijk naar hun collega's in België zullen luisteren. En dat ik wou eigenlijk liever rechtstreeks aan de bron zitten bij een grote platenfirma. En dat is inderdaad zo uitgedraaid. Dus omdat als je een prioriteit bent en in Berlijn getekend bent, dan is dat zoals alsof ik nu Rammstein of een andere Duitse artiest, Peter Fox, bij wijze van spreken. Dat is gelijk. You give me your number, call me love. You act like a pussy, you
Mia voor de beste videoclip gaat naar Milo met IO Technology. Milo! 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 Het is Milo met IO Technology. Ik hoop dat het nummer nog aan een internationale carrière begint. En die begint hopelijk hier vanavond. ...600.000 singles heeft hij verkocht in Europa. Dat is zeer, zeer veel. Hij heeft in 7 landen op nummer 1 gestaan, 2 landen op nummer 2. En hij mocht zich na een jaar de belangrijkste Europese singer-songwriter noemen. Milo, un citoyen belge aussi, et ça se voit. Son nouvel album s'appelle Nord et Sud, un nom qui n'est pas anodin. Les problèmes politiques en Belgique des dernières années, ça a vraiment influencé cet album. La frustration, l'impatience de, avec la situation maintenant, je pense que j'ai essayé de raconter un peu de ça. Et le chanteur est loin d'être tendre. Démonstration en chanson avec The Kingdom. And where I'm from, there's a lack of heroes, both in politics and song. Where I'm from, the more they fix it, faster everything goes wrong. Un regard critique qui a déjà valu à Milo une prise de bec avec la NVA. Fin mars, dans le Standard, le chanteur affirme entre autres que Bardo Ever n'a jamais rien réalisé. Résultat immédiat sur Twitter, le NVA Siegfried Brack répond : pour lui, Milo utilise Bardo Ever pour vendre ses disques. C'est quelque chose qui vous blesse quand la NVA réagit comme ça ou... Blesse comme... Ça me fait mal? Oui. Non. Non, ça c'était typical, c'est tout. Vlak voor IO Technology een groot Europees succes wordt, overkomt Jonathan een groot persoonlijk drama. Mijn pa is onverwachts overleden een paar weken na de release van Coming of Age. Dus in maart 2008. En ik heb er eigenlijk niet zo heel veel tijd voor gehad om er al te lang bij stil te staan. Het is zo dat dat een enorme klap was, want dat was mijn pa die altijd mijn grootste steun was. Dus ik had op dat moment 2 jaar lang interviews zitten doen waar ik vertelde dat ik alles alleen deed en dat ik do-it-yourself en dat ik er alleen voor stond. Maar eigenlijk was er achter mij, onzichtbaar of minder zichtbaar, was mijn pa degene geweest die dat steunde en volop aanmoedigde. En dus mij ook letterlijk toen uit de nood had geholpen toen ik... Toen ik een startkapitaal nodig had voor mijn eerste plaat. Maybe I would be a billionaire. Sometimes I feel like I am running out of time. Just like. Ja, het verlies van mijn vader is een van de centrale thema's van North and South. Was een heel concrete aanleiding voor het schrijven van die plaat. Ik heb een beetje van mij proberen af te schrijven. Dus ik praat onder andere over de contrasten gewoon. Die op dat moment, ik was op een moment dat ik op professioneel vlak de een na andere hoogtepunt aan het beleven was, heb ik op persoonlijk vlak een aantal dieptepunten aan elkaar geregen. En ik wil daar helemaal niet over klagen, want dat hoort tenslotte bij het leven en zo. Maar ik heb dat wel van mij een beetje proberen af te schrijven. Dat is denk ik ook wat muziek. Kan en hoort te doen misschien. Mijn persoonlijke hoogtepunten afgelopen zomer was in juli, dat was een tweedaagse. De eerste van die 2 dagen speelden we op Montreux Jazz Festival. Ja, je voelt die proef, die traditie. Dat is een onwaarschijnlijk spectaculaire setting aan het meer in Montreux in Zwitserland. En ook de organisator, dat is toch een levende legende in de muziekwereld, die had ons dan uitgenodigd, de band, om ergens bij hem thuis
boven in de bergen in een chalet met een onwaarschijnlijk zicht om iets te komen eten. Dus alles was zo... Ja, dat was een heel indrukwekkende dag voor ons. Een ander hoogtepunt, omwille van een andere reden, voor mij was het een voorprogramma dat ik gespeeld heb voor Jack Johnson in Wiesen bij Wenen in Oostenrijk. We willen een brand new friend, but a good friend up here, Milo, up on the stage. En dan na mijn concert, vlak voor dat van hem, nodigde hij mij uit. Hij vroeg mij of ik geen zin had om een nummer mee te spelen. En ik moet zeggen dat ik mijn uiterste best gedaan heb om tijdens het concert mijn glimlach wel onder controle te houden. Maar ik heb daar enorm van genoten, want wat die dag, en dat was misschien al even lang geleden, kwam mijn grote fan zijn, muziekfan zijn, kwam even op een brandpunt met mijn muzikant zijn. En normaal zijn die twee gescheiden. En daar heb ik, ik moet zeggen dat ik, dat was een van... Een absolute hoogtepunt ooit, denk ik. In de zomer van 2008 ben ik voor het eerst in contact gekomen met Brian Cohen. Eigenlijk een heel grappig en lang verhaal, maar via gemeenschappelijke vrienden van ons. Dus een Amerikaanse maat van mij kende iemand die hem kende. I became really good friends with a guy in the music business. And I approached him and said, hey, you just should follow this guy. He's blown up in Belgium and he's making a name for himself in Europe. So I reached out and just said, hey, you should follow him. And of course, being in the music industry, he has lots of connections. And he reached out to his best friend, who is Brian Cohen, an agent that represented European artists. Jonathan had basically called me up and told me, you know, you have to come see this show at the Parody. So it's sold out and this is, you know, it's really happening right now. So Jonathan invited me to come out there. Dat heeft mij een hele verhaal ineens een internationale dimensie gegeven, want ineens was het niet meer Milo die rechtstreeks zijn mails beantwoordt vanuit Leuven, maar werd er ineens een boeker die met grote naam, of toch althans een kantoor met een grote naam vanuit LA mijn boekingen verzorgde. En ik heb dan ook gevoeld, ik heb enorm veel concerten gedaan, ineens grote tournees gepland en dat is absoluut, voor mij zal Brian Cohen altijd aan de basis liggen van dat verhaal en vooral aan het... aan de manier waarop we daarmee naar buiten zijn kunnen treden. He was his own manager until I stepped in, and he's not letting go completely. He's just, we're learning how to work in tandem, and we split up job descriptions so that he can, you know, have a balance a little bit, and also create space in his life to create and to really have a vision, and I think it's just it's a way to sort of lessen the workload for him and also tap into my network for new territories around the world. People say they're a player. I call him the hardest working man in show business. He absolutely gets it. You know, in today's day and age in the music business, a lot of it, of course, is playing good music, and you need to be able to do that. But there's a lot more to it. There's a lot more work on the behind the scenes that actually need to go into it, between press and radio shows and TV shows and going and signing autographs and meeting your fans. And Jonathan does that better than anyone else that I've ever seen. He goes, he engages, he's working every day. Put you in my pocket and carry you around all day. Heel concreet heeft Brian Cohen samen met mij hebben wij de live-strategie uitgedacht. En dat klinkt nogal rationeel, maar eigenlijk gewoon van waar gaan we spelen, wanneer en hoe laten we dat aansluiten. En deze grote tournee van bijna 50 concerten in 12 landen, dat is de tournee die hij vanuit LA volledig heeft gepland en georganiseerd. Topgekleed.
We thought it might be nice to have a little book telling you where we are about to go the next couple of months. Giving you all the info for the shows until the end of the year. Mensen vragen van is dat nu om te stoeven dat je zo door Europa reist met twee trucks, maar eigenlijk is dat gewoon een realiteit voor de omvang en het aantal en de grootte van de zalen die we spelen. Dat is dat de meest logische gang van zaken, maar er zijn inderdaad momenteel niet zo heel veel Belgen die op die manier aan het toeren zijn. Dus ik kan me voorstellen dat dat voor sommige mensen zoiets is van... Maar ik denk als je in Frankrijk of in Duitsland of in Europa kijkt naar groepen die dit soort tournees doen, dan denk ik dat ons circus nog altijd niet het grootste is. Really wish that you were cooler. Het goede is dat deze tournee geboekt wordt alsof ik een Amerikaans artiest was. En dan wil ik gewoon mee zeggen dat als je Amerikanen die grote afstand laat afleggen naar Europa, dan willen ze zoveel mogelijk concerten spelen op kort mogelijke tijd. Want dat is eigenlijk, elke dag dat je niet speelt, is eigenlijk een verloren dag. En ik ga er een klein beetje mee akkoord. Ik bedoel, als wij op tour zijn met al die mensen, iedereen is ver van huis, dan willen we gewoon heel veel spelen. En niet bijvoorbeeld twee concerten hier, dan vijf dagen niks, dan drie concerten daar. Want dat wordt enorm vermoeiend. Dus als je nu een lijn zou trekken in Europa, kun je een redelijk logische cirkel zien waarbij we van het noorden van Europa naar het zuiden van Europa gaan. Kom op, Jean. Deze reeks van concerten, deze tournee, is voor mij waar ik de laatste jaren zo hard voor gewerkt heb. Het is voor mij een soort van voorlopig hoogtepunt. Het is ook iets waar ik, niet alleen ik, maar denk ik ook de band en de hele crew, al maandenlang naar aan het uitkijken waren. Afgelopen zomer hebben we heel veel eigenlijk concerten gedaan waar het regende. Zo. En een daarvan dat... legendarisch is geworden was Emmendingen in Duitsland. Aan een kasteel, op een kasteelplein. En een prachtige dag gehad als we eraan kwamen. De opbouw was supergoed weer, een heel mooie locatie. En toen we begonnen spelen is er een soort zonvloed ontstaan. En iedereen is echt een orkaan. Zo de eerste rij zijn helemaal nat, kletsnat. Zo het water dat op het dak van het podium viel ook op die mensen en zo. We zijn toch blijven staan en hebben er een ongelofelijke avond van gemaakt. En dan hebben we voor die, omdat we zoveel ongelooflijk dat die mensen zijn blijven staan in dit soort weer, hebben we dan nog vanuit de backstage die gesitueerd was in het kasteel op het plein, uit het raam nog aan het spelen geweest. I'd sing for you, and that would be okay. Come on! Oh, you and me, you'll be only you and me. Oh. Ik ga ervan uit dat de meeste mensen per jaar één of twee concerten zien. Over het algemeen genomen. En als je dat uitgangspunt neemt, dan wil ik er gewoon voor zorgen dat die mensen die dat dan mij als een van hun concerten kiezen dat jaar, dat die mensen de meest onvergetelijke avond hebben. En dus daarom dat ik gewoon alles wil uit de kast halen, elke avond opnieuw, om mensen zo'n avond te bezorgen. En dat lijkt misschien naïef, maar ik wil effectief dat mensen op het einde van het jaar nog altijd over dat concert praten. Roland, ik ga een paar mensen vragen om gewoon te zitten. Die gewoon zitten om af te wagen. Laat dat toe, hè. Zo vijf aan elke kant, zo. Of tien. Ja. People. Ja, ja. Yeah. Die zitten on stage. Heel de business verandert. Hè. Niemand weet van welk hout pijlen maken. Jonathan doet op zijn minst iets. Die zegt van kijk, oké, platenverkoop, daar moeten we het niet meer van hebben. Dus we moeten zien dat de mensen naar de concerten komen. Dus we moeten die mensen ook soigneren. Mensen moeten blij zijn dat ze fan van Mario zijn. Allee, ze moeten zich daar blij mee voelen. Als ze dan toch fan zijn, dan moeten ze het gevoel hebben dat ze een goede keuze gemaakt hebben. En ik denk echt dat hij daar bijzonder in slaagt. Als hij dan ook bij het laatste nummer nog zegt van ja, by the way, en straks kom ik ook nog handtekeningen uitdelen.
wat eigenlijk niemand nog doet in dit soort zalen, zeker niet in Duitsland waar er voor 4.000 of 5.000 man staat. Dat is klantenbinding. Hè? Dat is een beetje, allee, dus ik bedoel, het klinkt misschien een beetje pejoratief, maar het is eigenlijk een kleine zelfstandige die aan klantenbinding doet. Die weet achteraf van, kijk, de mensen hebben een fijne avond gehad. Als ik die ook nog een handtekening geef of even met die mensen op de foto ga, dan praat hij er binnen 3-4 maanden nog over. En als ze dan volgend jaar terugkomen, ja, dan zijn we toch goed bezig. He takes the time after the show, and it could take an hour, as you can see all the people behind me. He takes his time to create community and to grow his relationship with his fans. And you know, he finds it rewarding, and they give him feedback, and he gets to look them in the eyes, and you know, he finds that it's rewarding, and it's also a great way to build community. Man sieht dadurch, dass er so viel im Facebook schreibt, auch wieder die Nähe zu den Fans einfach, dass er selber im Facebook Sachen schreibt aus seinem Leben. Ja, ein bisschen habe ich schon das Gefühl, dass man ihn dadurch ein bisschen besser kennt, weil man halt weiß, was er so macht. Aangezien ich elke dag van het jaar muzikant ben, wil ik eigenlijk gewoon elke dag van het jaar een beetje een blik achter de schermen gunnen van bij de mensen naar mijn muziek luisteren, van hoe mijn leven eruit ziet. En mijn leven als muzikant, dat is wel een onderscheid dat ik trek. Het heeft altijd iets te maken met het muzikant zijn. Ik heb hem schon geschreven bij Facebook, also op die seite. Wait, 5 minutes ago. Oh, hebben schon een paar geschreven. Wo bist du denn? Ik ben de eerste, dat weet ik. Op jeden Fall heb ik geschreven dat het zeer, zeer geil was. Het idee was er om... we proberen altijd zoiets te doen om mensen te verrassen. En nu was het idee om... om een bericht te schrijven op Facebook, waarbij we gewoon aangeven van kijk, we hebben gemerkt dat er een aantal mensen al heel vroeg er zijn. Maar diegenen die er echt al vroeg zijn, om dat wachten toch een beetje te verzachten, plannen we al eens een kleine verrassing. Iemand, Silvia Lucero, Big Kisses from Argentina. Ik vermoed dat die er niet echt zal zijn vandaag. And from now on, you'll have a gazillion people showing up in the morning for every concert. Just saying. Iemand twijfels bij de... Voor mij is het liefst na een concert, zou ik bij wijze van spreken, iedereen willen persoonlijk vragen van en hoe vond je het en de reacties. Omdat dat de reden is dat ik... Het is een heel belangrijke manier om, ik krijg daar heel veel energie uit eigenlijk, om reacties te krijgen. En natuurlijk gaat dat niet. Ik bedoel, ik kan gaan signeren soms, maar dan heb je nog altijd maar een steekproef. Maar daar heb ik al veel aan. Maar het leuke van Facebook tegenwoordig en Twitter is dat je toch ook nog reacties kunt blijven doorkrijgen. Dat het eigenlijk heel makkelijk is voor mensen tegenwoordig om mij te bereiken. En andersom ook om voor mij om die reacties te lezen. Thank you for coming so early. En het toffe is dat het evenveel moeite is om voor 50 mensen te communiceren, zoals het vroeger was, een paar jaar geleden. En zoals vandaag, voor 300.000 mensen die je volgen. Dus dat is wel geweldig dat veel vermeerderd. Want voor mij is het evenveel 30 seconden en share en dan staat het erop. Het is geweldig om hier een thuismatch, zo voelt het toch aan voor ons allemaal, een thuismatch te spelen in het Koninklijk Circus in Brussel. Ja, de buitenlandse pers beschouwt hem, ja, respecteert hem wel. Ik denk dat het voor hem een beetje ben is, want in België zijn, laat ons zeggen dat iedereen aan dezelfde kant staat wat Milo betreft. Dat is een beetje een Belgisch fenomeen, denk ik. Hoe minder dat je de confrontatie zoekt, hoe meer dat je meningen verdeelt. In Duitsland is ook dat weer gewoon... je merkt dat hij daar gerespecteerd wordt voor wat hij doet. Een soort self-made man. Die alles zelf in handen houdt. Dat is goed. Dat is lang geleden, hè? Dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Dat mij vroeg, zou ik mijn muziek kunnen kosten binnen dan? Kritiek op Milo was altijd op mijn persoon. Het is niet dat mijn groepsleden... vang je die kritiek niet. Dat kwam altijd op mij af en ik had ook geen manager als buffer. Dus
als er zo negatieve feedback kwam, dat werd dan rechtstreeks naar mij gestuurd, zonder filter. Dus dat was wel heel vaak keihard. Maar ik moet gewoon zeggen dat de laatste jaren zijn de positieve reacties in zo'n grote meerderheid ten opzichte van de negatieve reacties. Dat een soort van rust over mij is. Ik ben uiteraard blij en ik weet dat muziek nu eenmaal polariserend is. Je kunt nooit iedereen mee hebben. Hij is vandaag 87 en die is vandaag nog eens gekomen. Dus een applaus voor Jules Willems. Als ik hem nu ook op het podium zie staan, is gewoon echt een performer. Iemand die het publiek opzoekt, iemand die ook weet hoe een set in elkaar zit, hoe je dat moet opbouwen. Eigenlijk heeft hij iedereen mee. Hij weet perfect hoe wij voor een breed publiek van 7 tot 77 jaar, om het in puzzeltermen te zeggen, hoe hij dit moet bespelen. En daar heb ik hem echt wel in zien groeien. We brought him over to the States in September to get him in front of certain industry people. I'm gonna move to Canada, yeah, I've made up my mind. Leave everything behind. I'll catch a plane, fly away from this rain. I'm gonna move to Canada, I'm gonna meet Neil Young. I just know we'll get along. Show up at his house, convince him and his spouse. Welcome to New York, welcome to Rockwood Showcase, Rockwood Music Hall. We're here with Milo, it's his first time in New York. And basically we invited a lot of industry folks down, and of course there'll be some fans here, and it's our way of planting the seeds in the music business and a way to get some important music industry folks to come and check Milo out for the first time. We hebben de afgelopen weken en maanden mensen gaan uitnodigen. We zijn op zoek naar een label, naar een team om in de VS mijn muziek bij het publiek te brengen. Dus bij mij een speciale band. 12 jaar geleden heb ik een jaar in Amerika gewoond. Sindsdien probeer ik naar elk jaar terug te gaan. Ik heb een hele hoop vrienden daar. En geef stiekem toe ja, dat ik al ik zowel mijn muziek, omdat die kennen ook mijn muziek. En het zou wel mooi zijn om op een bepaald moment ook concerten te geven waar zij naartoe kunnen komen. Dus. Thank you, see you next time. Maybe next year. It's a beginning with a real history, which is a contradictory statement. But it is. It's a beginning with history and experience.